Yes, dat was één. Even kijken. Waar is het? Oh, er zit hier geen dingetje. Oh, daarom kan ik het niet vinden. Hier wel. Oh, jawel, er zit wel een dingetje. Ja, hij heeft dat ding gemaakt, hè? Die draaiketel. Zo ontzettend leuk. Hallo. Nog een paar in mijn rug van, dat ding. Tenminste, je moet ook even. 4, 6. Oh ja. Even keer daar liggen. Ja, het is 2 november, een jaarlijkse traditie, dan is het de Allerzielentocht. Dan verzamelen we hier in het Weeshuis en dan gaan we straks de straat op. En degene die dit georganiseerd heeft, in eerste instantie in ieder geval, is Nart Jansen. Nart, dit idee kwam voor jou vandaan jaren geleden alweer, hè? Nou, niet alleen van mij hoor, vooral ook van Herman van Elter, hè. Want het is eigenlijk geboren met de Dodendans, dat is eigenlijk de oorsprong. En die hebben we gedaan in 2005 in de omgang. En, stadsfeesten natuurlijk. Stadsfeesten, ja, was een groot succes en heel indrukwekkend. En toen hebben we het plan opgevat, en onder andere nog Rieks Hogekamp. Die zei van, kunnen we dat niet combineren met Allerzielen, want het is zo'n mooi en respectvol gebaar. En dat hebben we in 2006 voor het eerst gedaan. En sindsdien elk jaar nu. Dus, dus alweer de 13e keer? De 13e keer, ja. En het wordt eigenlijk steeds bekender. Vorig jaar hebben we het landelijke nieuws gehaald. Dus het was, we gaan steeds... Hogerop. We hebben er wel eens gedacht om wat veranderingen aan te brengen, maar mensen willen toch, het is zo'n mooi gebaar, laat het nou zo, en dus dan houden we dat zo. Voor de mensen die het toch nog nooit gezien hebben of nog nooit van gehoord hebben, wat gaat er gebeuren? Allerzielen is van oorsprong een katholiek feest. En dat hebben we bewust in Monnikendam losgelaten, dat katholieke. De dodendans symboliseert ook dat de dood door de straten trekt en iedereen kan getroffen worden door de dood. Dat maken we ook dagelijks mee. Arm en rijk, jong en oud, noem maar op. Katholiek of niet? Katholiek of niet, welke religie dat maakt niet uit. En zo zie je het ook in de afbeeldingen die dus nog van de middeleeuwen zijn. Hè. Dus dan zie je ook de skeletten en de dood dansen tussen de gewone mensen. En dat willen we nu ook symboliseren. En dat is vandaag dan ook 2 november, dat is wel de Allerzielendag. En we trekken door de buurt met een mooie tocht met de dodendans. En we staan op bepaalde momenten stil bij overledenen in de buurt die afgelopen jaar zijn overleden. En dan brengen we een heel mooi en respectvol gebaar. Okay, dus dat gebeurt ook elk jaar. Is het op de route of moeten we van de route afwijken? Nou, in principe is het op de route, maar dit jaar hebben we, dan moeten we een meter of 50 de hoek om. Dat gaan we even doen. Dat hebben we met de familie besproken en die heeft er even over nagedacht. En die denkt, ja, het is toch wel een hele mooi gebaar om dat mee te maken. En ook voor ons zelf, maar dat dan ook nog de buurtgenoten dat doen, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, want dat is echt expliciet toestemming, wordt van tevoren gevraagd. Ja, we doen dat niet zonder dat de familie ervan af weet. Want als mensen het niet willen, dan willen ze het niet en dan doen we het niet. Maar ik heb nog niet, misschien 1 of 2 keer in al die tijd dat we mensen zeggen wel liever niet. Maar over het algemeen vinden ze het toch een mooi gebaar. En of ze zijn wel of niet thuis, dat is hun keuze. Maar ze vinden het ook... Het is ook heel respectvol, hè? Ja, dat is het. Ja, ik vind het wel natuurlijk. De verwarring met Halloween, omdat de dood voorop loopt, is natuurlijk aanwezig omdat het zo kort geleden is. Maar het heeft niks met elkaar te maken. Nee,
Ik heb zelf altijd het idee, omdat ik natuurlijk ook altijd meeloop, op het moment dat we daar dan staan, dat er ook een groot respect van uitgaat voor degene die overleden is en de familie. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En het wordt ook altijd gewaardeerd. Ik krijg achteraf altijd hele goede complimenten en een bedank. Ja, het is echt een mooi gebaar. We sluiten altijd, we beginnen hier op de Beestenmarkt. We sluiten hier ook altijd weer af. En dan gaan we naar de kerk hier, hè, de doopsgezinde gemeente. En dan is er altijd iemand die toost op het leven. Wie is dat dit jaar? Dit jaar heb ik Fred Omvlee bereid gevonden om, wat kort wat te zeggen en de toast uit te brengen. En Fred is een beetje de Elvis-dominee, noemen ze hem wel. Hè? Dus een beetje de vloot-almoezenier. Hij is er ook dominee geweest in de gemeente, maar hij is nu bij het leger natuurlijk. Maar ook Elvis-fan en predikant, hè? Ja, hij is wel in voor wat moderne en wat hedendaagse beleving van het geloof. En dit past er heel bij. Hij was ook heel aangenaam verrast dat hij dat mocht. En dat deed hij ook meteen ja. En het blijft heel kort hoor, maar en daarna is het de toast op het leven van voor degene die meegelopen is en meegedanst heeft. Ja, die het leven gaat door. Morgen gaan we gewoon allemaal weer aan de slag. Het is weekend morgen, dus het kan misschien wat langer duren, maar normaal moet iedereen weer aan het werk en gewoon aan de dagelijkse dingen. Want het leven gaat gewoon door. Ja, we hebben dit jaar een nieuwe dood. We hebben altijd natuurlijk Herman van Elteren, die loopt ook mee, die spreken we zo. Maar dit jaar is er iemand nieuw. Ja, een nieuwe dood, dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar hoe vindt u het om vandaag hier de dood te zijn? Nou, ik vind het zeker een eer om in de voetsporen eigenlijk van Herman te treden. Want Herman ken ik ook natuurlijk vanuit het Middeleeuws Genootschap, waar ik ook deel van uit maak. Ja, Herman is daar een heel gewaardeerd lid en het is natuurlijk een heel bijzondere, creatieve man. Dus ja, ik vind het best wel wat om in zijn voetsporen te treden. Ik snap het en het is ook een eerbiedwaardige taak. De dood, ja, we halen mensen op. Gaan er ook vanavond weer twee mensen opgehaald worden? Ja, er gaan vanavond weer wat mensen mee en ik hoop dat ze niet al te veel weerstand bieden. Want ja, dan moet ik iets agressiever worden. Ik denk niet dat het nodig is, maar ja, er zijn mensen die toch wat angstig zijn. Maar nu moet ze overtuigen om toch mee te komen. Ja, kijk, het is natuurlijk een feit dat de dood langer duurt dan het leven. Dus ja, weet je, je hebt gewoon nog heel veel tijd bij mij over. Okay, maar je hebt niet zo lang om te twijfelen. Nee, twijfelaars, daar moeten we even wat middelen voor inzetten, zeg maar. Okay. Nou, een fijne avond, een vruchtbare avond. Dat gaat zeker lukken, dank u wel. Ja, meneer Van Elteren, Herman, de voormalige dood. U bent uit de dood herrezen, zie ik. Ja. Wat is uw rol vanavond? Wat is uw rol vanavond? Pelgrim naar Santiago. Okay. Dat is ook een mooie... Als ik maar iets aan heb. Ja, ja. Dat is de eerste keer. U bent al jaren natuurlijk de dood hemzelf, hè? Ja, iets van 15 jaar of zo. Ja. Vanaf de feesten. Ja. Ja, want dat heeft u toen samen bedacht met Nart, hè? Ja. Precies, want hoe kwam u daarop? Want u heeft ook al die mooie kostuums, hè? Die kwamen uit allerlei opera's. De meeste komen uit Giannis Kiki. Een komische opera van, ik geloof, Verdi. Eén acteur. En als zo'n opera niet meer gaat, dan zijn de kostuums, mogen ze niet voor iets anders gebruiken. Dus ik heb ze allemaal mee kunnen nemen voor 5 gulden per stuk. Ja, geweldig. En, ze zijn nog steeds prachtig, hè? Ja. Maar u kunt zelf ook kostuums maken, hè? Ja, ik heb er veel gemaakt. Ja. Wat ik aan heb zelf gemaakt natuurlijk. Nou, luidt het verhaal dat u dan eigenlijk dat allemaal met de hand doet en niet met de naaimachine? Nee, dat is flauwekul. Dat zijn fabeltjes. Ik ben een man. Ja. Oké, prima. Nou, ik wens u een hele fijne avond als pelgrim. En ik hoop dat u de reis helemaal kunt volbrengen naar Santiago. Ja, het is een heel eentje, hoor. Sterkte. De 13e editie van de Allerzielentocht. Het gaat maar door en we hebben weer evenementen weer, dus het komt helemaal goed vanavond. Het is lekker weer, niet al te veel wind voor de vakkenhouders.
Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, behalve één belangrijke figuur is anders geworden. Herman die heeft ervoor gekozen om in de stoet mee te lopen. Die dus. Nee, we hebben gewoon afgesproken dat we dat anders gaan invullen. En dat was vorig jaar ook al eigenlijk afgesproken. En dit jaar hebben we Arjan, een gerenommeerde kwakzalver van het Middeleeuwse Genootschap, bereid gevonden om de dood te dansen. En dat is hem heel goed toegetrouwd. Ik heb een paar collega's gespot die twijfelen aan zijn kunsten, maar het, volgens mij gaat het helemaal goed komen. En voor de verder rest is het een beetje hetzelfde. We hebben een aantal mensen waar we stoppen onderweg. We hebben in ieder geval op de beestenmarkt het gebruikelijke moment van stilte. En dan haalt, het rondje dus gewoon. Het rondje, ja, op de beestenmarkt als we de kerk uit zijn. Dan, en dan haalt... Thank you.
niet wippen, hè? Nee, nog niet. Nee, nee. Maar straks pas. Ja, dat is mijn stukje wel eens toe, sorry. De deuren zijn gesloten. Oké, welkom levenden en doden. Welkom zielen. Wel, ik vond het weer bijzonder indrukwekkend om nu ook mee te lopen achter jullie aan, met jullie mee, met dat wat ons allemaal eens zal gaan overkomen, dansen met de dood. Bijzonder indrukwekkend om stil te staan bij het huis van geliefde buurvrouw die door jou is meegenomen. Waar ben je? Dood. Ja, je zit aan de draad. Hier staat hij. Ja. Ah, sorry. Ja, nee. Hij is er, hij stiekem van onder ons. Ja. Maar toch, jouw aanwezigheid dood maakt ook dit allemaal zo waardevol. Daardoor beseffen we van ja, elke dag doet ertoe, elke dag telt. En we hebben 1 november gehad, Allerheiligen. 2 november, Allerzielen. De dag avond voor Allerheiligen heet in het Engels, dat weten jullie misschien al wel, laten we genieten van dat leven. Dus, heeft iedereen een glas? Ik zou zeggen, proost op het leven. Op het leven. Dames en heren, dan wil ik u aankondigen. Het is natuurlijk hartstikke gezellig, maar we hebben ze mee en ze doen al 13 jaar mee en ze lopen voorop en is onvolprezen Highlander helemaal uit Zaanstad, helemaal hier. En ze gaan zo meteen wat vrolijks spelen, gelukkig, vrolijk, sluiten we de avond vrolijk af. Dank voor je komst, er staan 2 bussen bij de uitgang. Want met uw steun kunnen we dit elk jaar organiseren. Dank u wel. En dan stond hij daar en ik keek hier aan. Zo sta ik in de weg.